Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Vandaag gaan we het hebben over de input -modes van de opamp. Dat wil zeggen de manier waarop we dat wij de ingangen van de ophamp gaan aansluiten. Ofwel kunnen we aan de twee ingangen twee verschillende signalen aansluiten en spreken over de differentiaalmode. Of we sluiten twee dezelfde signaal aan en spreken over de common mode. Differentiaalmode hebben we ook twee verschillen in. Ofwel spreken we over single-ended. We spreken over double-ended Bij de single-ended kan u zien dat uh, een van de twee ingangen verbonden is met de ground en de andere ingang hangt aan het signaal. Uitgangsspanning is een versterking van het verschil van de twee ingangen. Bij double-ended differentiaalmode hebben we ook twee verschillende signalen aan de ingang, maar sturen we uh, in dit geval inderdaad twee verschillende signalen aan de ingang in. En hangen we niet een van de twee ingangen aan de ground. Dus weer in dit geval zullen we aan de uitgang een uitgangsspanning krijgen die de versterking is van het verschil van onze twee ingangssignalen. Common in mode, daarbij gaan we twee dezelfde signalen insturen. We weten van de formule van de opamp dat de uitgangsspanning gelijk is aan de versterking van, de, uh, van het verschil van de twee ingangssignalen. Nu, als we. Het verschil nemen van twee dezelfde signalen, dat zal dan resulteren in 0. Dus het verschil van twee ingangsspanningen die gelijk is, geeft de uitgang een spanning uit van 0 volt. Wanneer kan dat nu handig zijn? Stel dat wij zitten met ruissignalen. We zitten met common uh, mode signalen, twee dezelfde signalen, twee dezelfde ruissignalen die binnenkomen op de twee ingangen van de opamp. Indien we dan op een van de twee ingangen een ander differentiaalmodus signaal aansluiten, dan zal aan de uitgang de twee zelfde ingangen, de common mode signalen, in dat geval de ruissignalen, worden weggefilterd. En aan de uitgang zullen we dan de versterking krijgen van ons differentiaal signaal.